Nou meiden, wat denken jullie aan als ik zeg identiteitsfraude? Nergens eigenlijk. Nee? Jullie hebben geen idee wat identiteitsfraude is? Ja, als iemand anders bekend staat. Oké, okay. En hoe oud zijn jullie precies eigenlijk? 16. En drinken jullie wel eens wat stiekem of... Nee. Soms. Oké, okay, soms zeg jij. En hoe kom je dan aan die alcohol? Ja, oud en nieuw. Broer en zus. Ouders. Dus jij had nooit zelf stiekem met een nep ID alcohol? Nee. Ken je wel mensen die dat doen? Ja. Ja? Zijn die wel bewust van de consequenties daarvan, denk je? Ik heb geen idee. Weet je wat de boetes daarvan zijn? Nee. Nou... Meer dan 300 euro boete. Ja, dat is veel. En je kan halt krijgen en als je boven de 18 bent zelfs, kan je taakstraf krijgen. Dus ik zou zeggen, tegen de mensen die jij kent die dat doen, vertel ze dit en laat het nooit meer voorkomen. Ja. Hebben jullie wel eens identiteitsfraude gepleegd? Nee, nog nooit. Nee, nog nooit? Nee, ik ook nog nooit. Want hoe oud zijn jullie? Ik ben 14. Ja, ik ook. Zouden jullie het wel doen? Nee, dat zou ik nooit doen. Ik wel. Ja, want waarom zou je dat doen? Als je ergens naar binnen wilt, waar je niet naar binnen kan bijvoorbeeld. Zo, ja, dan zou ik het wel doen. En hoe zou je dat dan gaan doen? Iemand anders je identiteit meenemen. Weet je toevallig de consequenties van identiteitsfraude? Ik weet wel dat het strafbaar is, maar niet echt wat precies. En weet jij wat er kan gebeuren als je identiteit... Nee, dat weet ik niet. Wat denk je? Ja, boete betalen of zo, denk ik. Wat voor boete denk je? Hoeveel geld bijvoorbeeld? Ik heb echt geen idee. Ik weet niet, 100 euro of zo. Je kan een hele hoge straf krijgen, ja. Je kan ook een dagje in de cel zitten. Of misschien de taakstraf, zeg maar. Ja, oké. Okay, ja, dan zou ik het weer niet doen. Maar puur omdat ik het niet weet. Als ik de consequenties niet wist, dan zou ik het eerder doen dan als ik het wel wist. Want ik wist het dus niet. Zou je het nu nog steeds doen, inderdaad? Minder snel nu ik weet dat je een boete kan krijgen en dat ik in de cel kan slapen. Mijn ouders zouden daar niet zo blij mee zijn. Nee, dus dan zou je het misschien gewoon niet doen en gewoon lekker wachten. Ja, gewoon wachten tot ik ouder ben en dan kan ik wel naar binnen. Ja, kan je lekker op stap. Ja. Ja? Oké, okay, als ik zeg identiteitsfraude, wat denken jullie daarna? Bij het uitgaan, ja, ID vervalsen. Oké, okay. En doe je dat zelf ook dan? Ik heb het wel eens gedaan. Hoe oud zijn jullie? 17. 16. Oké, okay, maar jullie gaan wel eens uit? Ja. Oké, okay, dus dan heb je wel een nep-ID nodig of niet? Ja, nou meestal gebruik ik hem gewoon van iemand die ik ken die 18 plus is. Oké, okay. En weet je wat de consequenties daarvan zijn? Ja, halt volgens mij. Of een boete, maar meer. En je paspoort kan worden afgepakt. Oké, okay. En zijn jullie ook bewust van hoe hoog die boetes zijn? Ja, 360 euro of zo. Oh, ik had geen idee. En dat houdt jullie niet tegen, zo'n hoge boete? Nou, eigenlijk niet. We doen het alleen waar het kan. Waarvan ja. We weten waar het kan. En waar kan dat dan precies? In warme huizen. In de stad minder. Ja? Ja. Zijn ze wel streng in de stad? Ja. Oké, okay. Dus daar kom je nergens binnen eigenlijk? Nou, bij sommigen, maar niet... Nee, vooral... Nee, meestal niet.